Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Het zal u niet zijn ontgaan. Het zijn roerige tijden, de Gazastrook. Er wordt geëvacueerd. Mensen worden geëvacueerd van het noorden naar het zuiden. In Roermond kennen wij ook een geschiedenis van evacuatie. En aan tafel hebben we twee heren die familieleden hebben gehad die in die treinen zaten waarin de mensen van Roermond toen geëvacueerd werden. Stel u zich even voor. Mijn naam is Harry Huber en het is mijn grootmoeder en een zoon van mijn grootmoeder die op 8 februari in Wezel om het leven kwamen. Mm-hmm. En naast u zit... Mijn naam is John Vaassen. Mijn ouders hebben niet in die trein gezeten, maar wel in een van de eerste transporten die naar Friesland ging, met name Leeuwarden. En daar ben ik geboren. Naar aanleiding van het feit dat, dat de evacuatie er was, ben ik niet in Roermond geboren, maar in de Friese hoofdstad. En u heeft een dagboek bij zich? Ja, dit is het dagboek wat mijn vader geschreven heeft. Gedurende de periode dat hij en mijn moeder in Friesland verbleven. Dat is precies een half jaar geweest. Iets langer als andere mensen die daar hun bestemming hadden. Maar dat kwam dus omdat mijn moeder moest nog herstellen van mijn geboorte enzovoorts. En daarom heeft dat wat langer geduurd. Maar hij is begonnen op woensdag 24 januari 1945. En zijn eerste woord wat hij schreef was evacuatie. Ik zal een klein stukje voorlezen van het begin van het boek. Ja. Hij schrijft dus onder meer met Willy, dat was mijn moeder. Om 11 uur vanaf het Wilhelminaplein vertrokken met een slee waarop een deur was aangebracht met daarop de nodige bagage. Te voet naar de 18 kilometer verderop gelegen plaats Bruggen. Door de slechte staat van de weg in verband met de smeltende sneeuw sloeg de door ons voortgetrokken slee vaak om en kostte het ons telkens veel moeite onze weg voor te zetten. Rond 6 uur die avond bereikten we net over de Duits-Nederlandse grens het plaatsje Brugge. Waaruit de uit 60 veewagons bestaande trein reeds gereed stond. En we moesten echter nog 6 uur lang in een oude dakpannenfabriek wachten, totdat de trein zich rond 1 uur 's nachts in beweging zette. Wij bevonden ons met 32 personen in één beestenwagen, waarmee we erg boften, omdat er in andere wagons wel 60 personen aanwezig waren. Mm-hmm. Ja. Dat was het begin van... Zij werden gedwongen om te evacueren eigenlijk, ja. Hè? Dat was best wel onder dwang in der tijd, hè? Ja, de Roermondse bevolking die moest geëvacueerd worden. Roermond was frontstad. Ja. En een maand van tevoren, toen waren er al ongeveer 28 mannen tussen de 16 en 60 jaar, door de Duitsers gedwongen om naar Duitsland te gaan, om daar ingezet te worden bij de werkverschaffing. Ja. Toen nog tijd. Mm-hmm. En bij die groep, daar was ook mijn opa en ook een oom van mij. Okay. Mijn opa werd te werk gesteld in de fabriek in de Remscheid, een metaalfabriek. Mm-hmm. Niemand wist waar die was. Ook toen mijn ouders in Leeuwarden waren, wisten ze niet hoe het met hun vader gesteld. Er was heel weinig communicatie natuurlijk met elkaar. Ja, nauwelijks. Hè? Je werd geëvacueerd. Nee, ja. En je ziet ook wat hij beschrijft op een deur, zodat je zoveel mogelijk mee kon nemen. Want alles wat waarde had, moest mee. Alles namen ze mee. Soms waren er ook mensen die namen fietsen mee. Ja. En die wisten niet waar ze terecht kwamen. Ja. Zelfs de bestemming in Rusland werd gehoord. Mensen dachten dat ze vervoerd werden naar Rusland. Maar iedereen wist niet waar ze naartoe gingen. Nee, er gingen ook geruchten dat ze toch naar een werkkamp zouden gaan naar Duitsland. Ja. Uiteindelijk kwamen de Limburgers van een groot deel in Friesland en Groningen. Ja, en dat ging allemaal over een Duits grondgebied. Want het andere gedeelte was... Heel spannend. Het is nu zo dat ik net hoorde dat iemand dus allerlei goederen vaak roerde op een deur. Ja. Maar ik weet dus dat mijn grootmoeder en de beide zonen, en dat gold voor andere mensen ook, die draaiden tafels om. Ja. En die liepen dus met die tafels waar ze precies uit zouden komen. Wisten ze dus niet. Mm-hmm. Ik weet dat mijn grootmoeder en de beide zonen, die hadden een neef in Zwalmen wonen. En daar gingen ze dus eerst heen. En ik heb kunnen zien in alle mogelijke stukken van mijn vader, dat die iedere keer dus aantekende als ze ergens waren, dat het paard, hun viervoeter, het meest trouwe dier wat er bijna is, dat de viervoeter, het paard, in de salon van het huis stond. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk het laatste was
wat ze hadden en wat ze per se niet aan de Duitsers wilden overhandigen. Ja. Uw grootmoeder zat dus in een trein samen met... Nou, het is dus zo, toen ze het Wezel aankwamen, de, weet ik wat, de derde of de vierde dag, daar stonden een aantal treinen, maar de, of er onvoldoende mensen voor waren, dat weet ik dus allemaal niet. Maar die bleven dus staan. De trein waar naderhand mijn grootmoeder en de beide zonen dus in zaten. Die trein die vertrok op 7 februari. Ja. En die ramp die vond dus de 8e plaats. Ja, toen is die beschieting geweest van ja. Die trein. Waar was dat? Dat was niet ver van Wezel. Ja. Niet ver van Wezel, want overdag wilde men dus met die treinen niet rijden. Mm-hmm. Omdat er vaak wapens vervoerd werden met die treinen. Mm-hmm. En mijn vader schrijft ook ergens dat hij stro zag liggen. En hij zei, ik moet gewoon aannemen dat onder het stro wapens lagen. Ja. Maar mijn, op een zekere ogenblik, dat was dus de 8e, toen zouden ze dus naar het noorden gaan. Mm-hmm. Dus stonden ze dus op een zijspoor. En mijn vader die ging naar buiten toe, een sanitaire stop. En toen zag hij dus dat Engelse vliegtuigen kwamen. Mm-hmm. Die trein die had wel rode kruisvlaggen en witte vlaggen. Mm-hmm. Maar die Engelsen die wisten dus dat er wapens vervoerd werden. Onder die vlag? Ja, onder in die treinen. Mm-hmm. Ze wisten waarschijnlijk ook dat dat evacuatie... treinen waren, maar dat er ook wapens vervoerd werden. Daarbij is uw oma en een oom van u omgekomen? Ja, ja? Dat klopt. Ja. En wij zien hier voorwerpen die zij bij zich hadden? Ja, ze hadden nogal wat bij zich en ik neem dus aan dat de mensen dat ook een beetje zagen. Mijn vader was er dus niet bij, die is naderhand die mensen gaan zoeken. Ja. Hoe het precies allemaal in zijn werk ging, dat weet ik dus niet. Ja. Want mijn vader sprak daar niet over. En de hoogst enkele keer dat ik hem enkele vragen stelde, dan merkte ik dat hij geen antwoord kon geven. Andere dingen wel, maar dat was ongeveer het enige onderwerp waar hij geen antwoord op kon geven. Maar heel, heel vaak was het ook een trauma en ja. Werd dat geblokt vaak. Hè? Maar het is dus kennelijk dus toch zo dat er allerlei mensen zijn, hij schrijft wel dat dat niet zo is, die zich ontfermd hebben over mijn vader en ook over spullen. Ja. Kijk, je nam alles wat maar enige waarde had, waar je van dacht, omdat niemand wist waar die uit zou komen. De waardepapieren die ze bij zich hadden, obligaties, de aandelen en dat soort dingen. Ik geloof dat het tot 1953 of 1954 duurde, alvorens dat mijn vader het geld terug had. En daar hadden we het straks even ook over. Ik denk dat hij dat alleen heeft kunnen klaarkrijgen, omdat hij dus een neef had die in de juridische wereld een vrij hoge baan had. Eerst wezen ze het af, maar hij kreeg het geld naderhand toch. Ja, was dat een op zichzelf staand geval wat u nu beschrijft? Of zeg je, er waren er misschien wel meer? Nee, er waren er meer. Want ik heb voor een aantal jaren, kwam die neef nog eens een keer naar voren. Mm-hmm. Toen schreven ze, ik geloof dat het een stichting rechtsherstel was. Mm-hmm. En daar kon je je dus melden. Maar ik denk dat je je financieel goed moest voelen. Ja. Eerst kreeg mijn vader dus niets, totdat hij de neef onder de arm nam. En toen kreeg hij naderhand een 53 of 54, dat geld. Dat was natuurlijk heel erg, maar om te beginnen was het natuurlijk gewoon een heel groot persoonlijk drama voor de mensen die in die trein zaten en ook voor de familieleden die mensen zijn kwijtgeraakt. Er zijn totaal 18 mensen geweest die daarbij om het leven zijn. Ja, ook een baby begreep ik. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Wat een van de dingen die uit die trein komt, is die lepel die u daar heeft liggen. Ja, er zijn alle mogelijke lepels. Er zijn ook lepels die hebben ze kunnen rechtbuigen. Ja. Alle mogelijke andere dingen. Maar er waren dus mensen, dat wilde ik dus zeggen, die paparazzen, die snippers van aandelen enzovoort, die zijn ze daar gaan oprapen. En alle mogelijke dingen wat ik hier ook heb zitten. Alle mogelijke dingen wat ze bij zich hadden. Mm-hmm. En zeker meneer Winkels. Dat was iemand die, geloof ik, hofleverancier was. Die was in de goud- en zilverwereld nogal thuis. En na de oorlog, dat weet ik dus, heb ik alle mogelijke stukken van, is die stukken ook gaan opknappen. Oké. Als we kijken even naar de buurt. Bijvoorbeeld de kracht van de explosie.
Ja, dat dus, waren dus van die brandbommen. Mm-hmm, fosforbommen, zei je. Ja, ja, en fosforbommen. En mm-hmm. Nou ja, goed. Mijn vader was er dus niet bij. Toen is hij nader aan het gaan kijken. Toen zag hij zijn broer, die had het halve hoofd af. Mm-hmm. En een voet. En ja, zijn moeder, daar wist hij naderhand eigenlijk niets meer van. Mm-hmm. Maar toen hij terug, ik neem aan dat we straks daar nog op komen, toen hij op dat kerkhof was, hebben ze zijn moeder hem niet meer laten zien. Mm-hmm. Omdat die bommen haar zo in de maagstreek troffen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus kijk even naar John. Misschien kun je vertellen wat jouw ervaring is, niet persoonlijk, maar vanuit jouw familie, met het verhaal van die trein. Nou, het gaat er oorspronkelijk, wat ik... waar ze nooit over vertelden, mijn ouders, dat was over die barre reis die ze gemaakt hebben. Mm-hmm. Ik heb zal een klein stukje over voorlezen uit dit. Ja, we waren net al een beetje het begin van de reis. Ja. We gaan nu een stukje verder. Een stukje onderweg. Verder, ja. Dat schrijft hij dus. Het was een vreselijke lange en vervelende reis met vooral veel kou en veel dorst. Voedsel voor onderweg hadden we voldoende meegenomen. Daar was geen gebrek aan. Overal sneeuw en nog een sneeuw. En als de trein af en toe stil stond, schepten we wat sneeuw om de dorst te lessen. We probeerden wat op het stro dat in de wagon lag te slapen, maar dat lukte natuurlijk niet. Op vrijdag 26 januari, dat was dus 2 dagen na dat vertrek, precies om 1 uur 's nachts bereikten we, na de grensovergang Nieuweschans te zijn gepasseerd, Groningen. In Nieuweschans werden we door het Rode Kruis voorzien van broodjes met worst en vooral heel veel water. En als laatste op deze pagina schrijft hij dan, om 3 uur 's nachts vertrok de trein naar Leeuwarden. Al waren we na een oponthoud van 2,5 uur in buitenpost, arriveerden in de Friese hoofdstad. We hadden 7 uur gelopen en 32 uur en 1 stuk in een beestenwagen gezeten. Dat is, de situatie was heel dramatisch in die wagens. Hè? Ja, dus toen mensen ook aankwamen en moesten ze ontluist worden, ja, moesten gecontroleerd worden, kregen schone kleding. Ja. Het was dramatisch. En dan moest je nog maar afwachten waar je terecht kwam. Mm-hmm. In Leeuwarden. En je kon het dan goed hebben. Ja. Maar voor hetzelfde geld was het ook geen succes. Maar er was ook een verplichting daar voor mensen om evacuees op te nemen. Het was zelfs zo dat als je als inwoner van Leeuwarden geen mensen opnam, dan kon je uit je huis gezet worden. Mm-hmm. En dan konden de evacuees konden erin. Ja. En veel mensen die probeerden dat een beetje te verdoezelen door familie in huis te nemen. Met andere woorden van, we zijn vol, geen plek kan niemand in. Ja. We hebben al mensen. En daar kwamen ze wel achter. En dat werd ook niet toegestaan. Nee. Maar in een van deze bladzijden, daar schrijft mijn vader, dan zijn we toch goed terechtgekomen. Ja. Dus we hebben het eigenlijk heel goed gehad. Ja. Daar. Ja, in tegenstelling tot andere mensen, die waarvan bekend is dat ze... dat ze moesten werken voor die familie. Ja. Maar kost moesten verdienen. Ja. Ja, want bij u is de trein dus beschoten. Ja, kijk, het verhaal is... voor mij is eigenlijk volstrekt anders. Omdat mijn vader dus eigenlijk een uitzondering vormde. Mm-hmm. Iedereen ging door. Ja. Mm-hmm. En waar ging uw vader naartoe toen? Nou, het is dus zo, toen daar die achtste... Hij is daar geloof ik 1 nacht blijven slapen bij een familie Klauzen, waar mijn vader naderhand zeer goed contacten mee onderhield. In Duitsland? Maar in Duitsland. En dus, de overlevenden werden ondergebracht bij Duitsers? Ja, even. 1 nacht. En toen ging hij naar het graafschap, naar de Achterhoek toe. Toen gaf hij zich rekenschap ervan dat zijn moeder en zijn broer niet meer leefden. Toen dacht hij, waar zijn die stoffelijke overschotten? Ik denk dat hij in zijn achterhoofd ook dacht, omdat je alle mogelijke spullen... ook waardevolle spullen. Meisig. Eén ding wil ik wel noemen, omdat het bijna in alle boeken dus voorkomt. Mm-hmm. We praten daar tegenwoordig allemaal niet meer over, maar dat is nogal wat. Kijk, in de jaren 30, einde jaren 30, toen we de Gouden Standaard in Nederland nog hadden, mm-hmm. kon je dus met je geld naar de bank gaan. Mm-hmm. En dat wisselde je dus in en dan kreeg je dus gouden munten. Mm-hmm. Mijn grootmoeder en die beide zonen, die hadden die munten ook. Mm-hmm. Maar die mensen die lagen daar dus dood. En die Kamar, die promoveerde voor een tijdje ook. Hij schrijft daar dus in, uit de groep mensen die in die trein zat. De anderen die waren weg, die zijn in die stoffelijke overschotten gaan graaien. En die zijn dus het goud eruit gaan halen. Ja. Maar even terug, toen hij in dat graafschap zat.
Toen kreeg hij een of ander, ik maak het kort, kreeg hij een fiets mee. Hij heeft met een paar treinen terug naar Wezel kunnen gaan. Daar is hij gaan zoeken waar die stoffelijke overschotten waren. En toen kwam hij op het kerkhof. En toen waren ze juist bezig met de bijzetting van die bijtenstoffelijke overschotten. Toen heeft hij nog zijn broer kunnen zien. En zijn moeder hebben ze hem niet meer laten zien. Maar uiteindelijk heeft u wel die items teruggekregen. Ja, dit is dus allemaal niks. Maar er was dus iemand in die trein. Die dat heeft veilig gesteld. Waar mijn vader dus ook contacten mee had. Mooi. En zo, die is naderhand ook. Daar kan ik dat tot morgen vroeg over. Maar dat kan dus allemaal niet. Maar toen, met name die sieraden waar ik het straks over had. Toen die in 50, 51 uit dat graf kwamen. Mijn moeder zei nader al, iedereen dacht dat dat allemaal niets was. Maar je kunt die dus in een substantie plaatsen. Waardoor je dan toch dat plotseling... Dat er weer uit kunt halen. Ik wil dat stukje even afronden, als u het goed vindt. Zeker. Dat stuk over de trein, dat eindigde voor uw familie eigenlijk daar, begrijp ik. Nou, het is naderhand, ik denk dat het de 10e februari of de 11e of de 12e. Toen zei men tegen mijn vader in Wezel, hij moest maken dat hij daar wegkwam. Omdat ze verwachten dat een bombardement op die plaats op Wezel zou plaatsvinden. Toen heeft hij via treinen, heeft hij dus toch in het graafschap kunnen komen. En van, of het graafschap, ik bedoel, in de Achterhoek. En van de Achterhoek kwam die in Groningen uit. Oké, dus die kwam dan in Groningen uit? En van Groningen uit ging die, omdat de meeste mensen hier uit het zuiden in Friesland zaten. Ja. En toen ging die dus naar Leeuwarden toe. De hoofdstad, inderdaad. Een vreselijke evacuatie om dat mee te moeten maken. Ja. Ja, en zeker in de huidige tijd zien we dat het nog steeds aan de gang is. Als jullie naar die beelden kijken, jullie hebben het zelf niet meegemaakt, maar ik denk dat er veel energie op dat verhaal zit. Hoe kijken jullie naar die beelden van de mensen die nu vanuit Gaza moeten vluchten? Dat heeft natuurlijk wel overeenkomsten. Dit is vreselijk wat hier gebeurt. Maar er is een verschil, en een wezenlijk verschil, denk ik. John, die noemde het net al. Kijk, die mensen die wij in die Gaza-strip zien, dat zijn allemaal mensen die halzen voor kop hebben moeten gaan. Hebben nauwelijks of niets bij zich. Die kunnen daar dus niet weg. De enige hoop die ze hebben, dat ze terug naar hun huis kunnen gaan. Maar ik weet dus dat toen mijn grootmoeder met die beide zonen gingen, die hadden dus in inmaakglazen, zat allerlei vlees en ik weet niet wat. Ze hadden alles bij zich. Dat hadden ze bij zich in die tafel die ze waren gaan omdraaien. Als u naar het beeld op televisie kijkt, denkt u dan niet... Nou, ik moet u zeggen, ik heb daar nu wat in zitten grasduinen en je leest wat na. In zekere zin moet ik zeggen dat het me wel altijd raakt. Er zijn hele verhalen, mijn vader heeft ook nogal het een en ander wat hij opschreef. Als ik denk, als je daar alleen voor staat, toen hij daar in die trein dus aankwam, daar schrijft hij dus ook over dat hij schreeuwde en riep, maar dat er niemand kwam. Dank voor uw verhaal. We hebben zo meteen nog een verhaal. Mag ik er iets aan toevoegen? Ja. Zeker. Want nog even het over stoffelijke overschotten. Het was dus ook zo dat tijdens de evacuatie ook heel veel kindjes uit Roermond daar overleden. Ja. En die moesten daar ook begraven worden. En toen de evacuatie eenmaal voorbij was, toen wilde de familie ook deze stoffelijke overschotten mee naar huis nemen. Tuurlijk. Maar dat was niet toegestaan vanwege de hygiëne. Ze hebben daar heel lang op moeten wachten voordat die opgravingen plaats konden vinden. Ja. Maar er was één familie in Roermond, die had er wat op gevonden. Die heeft op een gegeven moment toch het stoffelijk overschot van een jongetje wat een half jaar oud was opgegraven. En dat in doeken gewikkeld, op een plank gebonden. En die plank is bevestigd onder een militair voertuig. En dat militaire voertuig is zo naar Roermond gereden. Dus dat lijkje, om het zo maar te zeggen, dat is in feite clandestien vervoerd. Ja. En dat was ook begraven op het Oude Kerkhof. Ja, wat ik net zeggen, hoe is dat afgelopen met die mensen die toen terug zijn gekomen? Zijn die allemaal daar begraven? Nou, sommigen zijn daar gebleven. Daar weten ze ook niet van waar ze precies begraven zijn. Maar de meeste mensen, dus ook volwassenen, die zijn toch teruggekomen. Ik spreek nu over Roermond, over de begraafplaats in Roermond. En daar zijn ze dus herbegraven.
En op de begraafplaats het Oude Kerkhof, daar vind je nog diverse grafjes van de kinderen waarop staat dat ze in Leeuwarden overleden zijn en hier een laatste rustplaats gekregen. Geëvacueerde kinderen. Ja, geëvacueerde kinderen. Nogmaals, dank. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.